Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft afgelopen week de Cubaanse artsen gepresenteerd die in de omgeving Pokigrong tot Yoyo te werk gesteld zullen worden. Districtscommissaris Humphrey Yeru was bijzonder ingenomen met de komst van de artsen. Hij stelt dat dit een belofte is die de minister heeft gedaan aan de gemeenschap. De burgervader heeft net als de minister een beroep op de mensen gedaan de artsen alle ondersteuning te geven. De medici zijn in het dorp Pokigrong gestationeerd en zullen op gezette tijden de diverse gebieden aandoen. Hierdoor zullen ook de gemeenschappen in de verschillende dorpen medische dienstverlening genieten. In het Boven-Suriname gebied zijn 10 van de 50 Cubaanse artsen te werk gesteld. Zo zijn ze op strategische plekken geplaatst voor het bieden van goede gezondheidszorg aan de lokale bevolking.